IJskoman Lexcoat is uit de roulatie. Eén Amstelveen ging even langs om de bekende Bovenkerker een hart onder de riem te steken. Natuurlijk doen we dat met een lekker ijsje. Ik wilde de ijskar afladen, want ik sta meestal zondagmiddag bij Silversand bij het Amsterdamse Bos. En ik denk, ik doe het even rustig, ik help. En de kar schiet, het achterwiel schiet de ene kant op. Ja, het is in split second gebeurd. En de andere kant dondert en ik lig op de grond en ik lig eronder. Een onhandigheidje laat Bovenkerk zonder ijs. Maar voor hoe lang? Nou, ze zeggen een week of 6 tot 8. De hamstring is gedeeltelijk gescheurd. Dus het is bont en blauw. En ja, ze kunnen weinig doen. Je krijgt pijnstillers en rust. Hoe moet dat nou deze zomer? Is er niemand die de ijskorkar kan overnemen? Helaas niet, nee. Het lijkt eenvoudig het ijs scheppen. Maar je hebt natuurlijk ook je voor- en je nawerkzaamheden. Nee, dat gaat echt niet lukken.